Goedemorgen, Pieter. Inderdaad, hier uit de Westerijn. Wij weer een ontbijtje doen gaan. En dit keer ben we aan de Leeuwerikstraat. En dan zullen we even zien dat de meesten thuis zijn. Dus normaal gaan we er even heen rennen, even over de opbred. We zien dat we dit keer ook zo'n hondje inkomen. Ja. Lieke zuster. Ja, nou komt u daar, dan ga je twee handen en geen handen om de bel te betjenen. Neus. Het is slagen. Tja. En dan zullen we even zien wat er gebeurt en dat de meesten in de keren doen. Want dat is natuurlijk altijd even spannend. Ja, soms werken we. Met een volleybalteam dat het net altijd even goed gaat. Maar bij de borden zitten ze er voor het net, denk ik. Maar... nee, dat is weer, daar had ik gelijk in. Ja, achter de jas met even oren. Goedemorgen. De vrouw is de winkel in je gekregen. Die is in dialyse in Ljouwers, dus is net in je thuis. O jee, dat gaan wij wel. Vermedievol, dus je weet net hoe laat dat mevrouw thuis is. Zeg maar, hoe is in de winkel op ziekje? Zeg maar, kijk dan. Nou, dan ren ik achter je oren. Dus we gaan in de winkel in en dan hopen we dat het bereik het ook volhoudt, want dat is altijd alleen spannend voor zelf. En dan zeggen we even zien dat we Sjoukje vinden kennen. Even wat voeten in hier gaan. Ja. Maar dat ging je mond ertussen wel mooi krijgen als luisteraars vanzelf. Mm-hmm. We zoen mevrouw verrassen in een winkel. Maar dat werd helaas net terug het winkelpersoneel met open armen ontvangen. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk inderdaad. We stonden er zelf ook een beetje vreemd van. Dus ja, maar dit ga ik nog niet mooi maken. Hoe keer reclame kan je net krijgen? Better kent net zo'n je zes. Nee. We houden ertussen stiekem schoen achter de auto worden dat mevrouw weer thuis is. Dus we bellen nog een keer hoor. En dan zullen we zien dat mevrouw thuis is. Is ze er de voordoor komen of er de achterdoor? Ze is er de achterdoor, hier. Zijn nog goedemorgen. Oh. Sjoukje. Ja, dat ben ik. Wat is dit? Een hele verrassing. Ja, uit de Veenhof met de Paradise of M Marathon. Wij komen hier met een ontbijtje om bij je. Geweldig, jongen. Ik zeg hem voor even door, ja, want hij is zwier genoeg. Mijn man die had heel erg ziek geweest. Dit komt heel goed van pas. Dan kan ik hem om Janik verrassen. Nou, sure, dat weer de bedoeling, hè? Want dan werd je gewoon bij een tere Nicolai. Die had je hem opgehouden en inderdaad, ook vanwege de moeilijke periode die jou en je man gaan hebben. Even heel snel, wat weer precies met je man aan de hand? Nou, mijn man die hier een lekker hartklep en wie haar oorlie naar jou reis, en dan kwam ze eigenlijk nooit achter de oorzaak. Toen we in de grens gaan binnen, daar kwam ze eigenlijk voet erachter. Maar toen weer de lichamelijk al zo zwak, je kon eigenlijk niet meer opereren worden. Maar je had me ook mee bloed doen en eigenlijk versterkende middelen. En toen had ze me 14 dagen, had ze hem toch opereren. En het had heel kritiek best, 8 dagen. En verder is langzaam stapje voor stapje voor u dan. Dus ik ben zo dankbaar en blij dat ik nog met de Christ en alles, hè, dat er weer thuis is. En dat is eigenlijk, ik ben er heel dankbaar voor. Nou, dat mag ik zeker wijzen natuurlijk. Een moeilijke tijd en let dan in ieder geval alles in 2015 dan wel de goede kant uitgaan en dat je hem dat afsluiten kennen natuurlijk. Een hartstikke lekker ontbijt. Ja, meneer zelf is helaas naar thuis. Wat die is onder de dialyse, begreep ik inderdaad. Maar dan zal dit een des te grotere verrassing voor hem worden. Bijzonder genoeg. Ik vind het geweldig van Tere Nicolai, wat die u skonken had. Ik vind het geweldig. Ik ben er gewoon eigenlijk van bij. Ik vind het zak geweldig mooi. Dus bedankt. Nou, graag in. Nou, Frank, de eerste wel. Het ontbijt komt helemaal te goed. En op een prachtig mooi plak hier in de Westerrijn. Nou, geweldig. Bij de familie Wimga. Geweldig, geweldig, geweldig.